Teleurstelling en berusting bij de PSV-supporters. Hun club is uitgeschakeld in de Champions League. Bayern München was dinsdagavond opnieuw te sterk. 1-2 werd het in het Philipsstadion. Ja, heel erg. Heel erg. Ja, heel erg teleurstellend. Toch goed gespeeld, vind ik. Ja, ik denk dat ze zeker kans hadden gemaakt, maar zat er weer niet vandaag. Ja, teleurstellend. Je zag het al aankomen. Ja. Onverwacht komt het verlies toch niet. Want ja, PSV werd in München al met gemak opzij gezet. En Bayern is gewoon een paar klassen beter. Ploegen als Bayern zijn een maatje te groot. Veel te groot. Dit is inderdaad Bayern een maatje te groot. Inderdaad, meneer, zoals u het zegt. Ja, klopt. Klopt helemaal. Dat denk ik niet. Ik denk dat PSV dit wel kan. Alleen ze moeten erin groeien in dit soort competities. Overwinteren in de Champions League zit er niets meer in. Wel kan PSV nog door in de Europa League als het volgende maand wint van het Russische Rostov. Als je tegen Bayern München zo speelt, als je 2-1 speelt tegen Bayern München, dan heb je in Europa League een redelijke kans. Okay. Zeker. Als PSV hun best nog doet, kan PSV zich als een waardig verliezer tonen in het Champions League toernooi.